Goedendag allemaal en welkom bij een nieuwe videootje van Boertje van Buten. Goedendag allemaal. Ja, we staan weer op de multimap. Multimap 2018. We hebben van de week een mapvoorstelling gedaan van deze map. Een hele leuke map, maar een beetje gecompliceerde map heb ik ontdekt. We hebben twee verschillende zagerijen. De ene moderne als de andere. We hebben op de boerderij hier silo's. En hier silo's. Ik weet niet. Een beetje rare map vind ik dit. Maar wat een mooie map. Hier kan je ook wat in doen. En daar er weer uit. Maar daar zit ook een silo. Die gaan we even uitproberen. Even kijken of dat. Hoe dat werkt ook. Of dat bij. Want er staat niks op de kaart eigenlijk. Aangegeven of zo. Het is een beetje raar en een beetje vreemd allemaal. Maar ja, oké. Zal ook weer winnen. Maar bovendien een hele mooie map. Ook. Begrijp mij niet verkeerd. Maar het is een beetje. Hier staat een zagerij. Die wordt ook niet aangegeven. Je kan geen missies spelen ook. Dus dat is ook weer een beetje jammer. Het is een beetje. Een beetje onduidelijk allemaal. Want hier heb je een. Wat nieuwer zag hij. Ik moet in de machine tappen. Hier heb je een zagerij en hier kan je ook. Dit is ook een beetje vreemd. Bij deze staat die M Graphics staat er. En ga je naar de. Naar de oude zagerij, tenminste, wat we bekend zijn. Dan heb je die M Graphics niet. Dus het is een beetje raar. Volgens mij weten ze ook niet goed welke kant ze op willen met de map eigenlijk. Hier kan je dan. Ik zit vast. Dus een beetje raar. Dit hebben ze een menu. Hoe noem je dat? M Graphics. Dan wordt wat de fabriek nodig heeft in beeld gebracht. Dus hier kan je, brandstof, dat is de houtsnippers, logs, hout en er wordt woodchips, planken worden gemaakt en papier. Maar ja, ga je hier naartoe, dan heb je het menuutje niet meer. Dan heb je het standaard menuutje wat ze altijd gebruiken. Dus
Beetje raar. Ik ga even naar de zagerij die wij kennen eigenlijk. Deze dingen. En dan lopen we naartoe. En dan zie je, oh, nou komt hij ook weer. Oké. Foutje van mij, geloof ik. Want ik kreeg het menu niet en nu opeens weer wel. Raar. Maar oké, hier kan je alleen planken maken. En wat ik wel cool vind, is door te maken hier pelletruimte heb gemaakt. Dus je kan met je vrachtwagen kan je hier doorheen. En hier komen er ook nog twee uit. Dus je hebt 18 plaatsen eigenlijk. Dus dit is een beetje raar, maar ik kreeg het minuutje niet. Dus nou, dit is deco allemaal. Hier kan je niks mee of zo. Dit is alleen, ja, wat deco-achtig. En overal bij de andere houtzagerij ook staat dit voor de houtsnippers. En aan de overkant staat een crusher. Dus als je geen genoeg houtsnippers hebt, dan kan je dat daar halen. Nou, een beetje vreemd eigenlijk maar. Dingen. Maar voor de rest een hele mooie map. Ik ga even. Op de boerderij heb je de twee silo's. Wat voor wat is, geen idee. Dat is ding. En wat cool is op de boerderij is. Zijn allerlei schuurtjes hier. De ene is voor houtsnippers. Hooi, stro, een gers. Nou, dan heb je nog een fertilizeropslag. En daar heb je de zaadopslag. En dan heb je hier ook nog weer een paar silage. Kan je hierheen brengen. Mist. Dingen. Houtsnipper. Heb je er twee? Even kijken hoor. Oké. Ja, mijn huis is niet zo hard denderen, dus. Nou, hier waren twee houtsnipper opslag. Nou, hier kan je flusnunner entnemen. Of, ja. Innemen. Aanname. Dus ik ga even kijken wat of dit de silo is. Ja, dit is de silo, maar daar ja, het wordt niet aangegeven, dus dat is een beetje raar. Voor de rest, ja, perfect. Hier kan je ook nog water in doen. Dus hier kan ook nog water. En ja, brandstof moet je daarin doen. Maar dat hebben we ook nog niet. En hier aan de overkant heb je die silage. Die kan je dan stro, kaf en ja, meerdere. Dingen kan je erin brengen. Houtsnippers, stro, gras en geen dingen. Geen kaf. Dus. Oké, dat is nu. Dus waar houtsnippers. Maar ja, net wat je ziet, hier heb je dat menu niet. Die M-Graphics menu. Dat vind ik wel een beetje jammer.
niet overal. En hier heb ik een mijn loods neergezet. En ik wou hem bij de winkel plaatsen, maar op het trein mocht hij niet bouwen. Ik mocht wel vlaggen er neerzetten, maar ik mocht niet bouwen op dit terrein. Maar ik heb wel vlaggen neergezet. Dus ben ik iets verderop. Hier had ik een mooie plaats daarvoor. En nou ja, daar heb ik mijn loods nou neergezet. Vond ik wel leuk. En dit is dan de koeien. Dus die M. Griffiths menu, ja, dat is een beetje raar. Dat vind ik een beetje vreemd. Dat hij niet overal werkt. Nou, dit is de koeienschuur, zoals je ziet. Met veel opslagplaatsen. Versta mij niet verkeerd, het is een mooie kaart, maar het is een beetje verwarrend. Wat hij er ook in heeft gezet is de Square Bales. Dit is trouwens de hondenbalen. En dit is Square Bales. Die opslag, die heeft hij erin gezet. En hier kan je stro verkopen, losse balen. En dat soort dingen. Dus hier kan je dat ook verkopen. Maar hier kan je het ook opslaan. Deze schuurtjes zitten erin. Die heb ik er niet in gezet, maar die heb ik erin gezet. Of de maker heeft deze erin gezet. Dus die heb ik er niet in gezet. Dus standaard zitten deze twee schuurtjes, ronde balen en square bale, zitten in de map al. Dus dan hoef je verder niks te doen. Nogmaals, ik vind het jammer van die M. Griffiths dat die niet overal werkt. Zo bij de raffinaderij werkt die ook niet. Dan heb je een simpel bordje. Dat noem ik geen infobordje, maar iets van Jassee of van een kaartspel of zo. Vind ik ook nou niet zo denderend. Dat is hier. Nou, dat is dit bord. Ja, leuk, maar nee. Een computertje zou wel leuk wezen. Of die M. Griffiths menu. Weet je, wat je als je aankomt lopen, gelijk boem, weet je, rechts hier wat ziet. Maar ja, dit is dan een simpele manier en het wordt niet gewoon aangegeven of zo. Dus ik vind het jammer dat dat zo is. Ik hoop dat de maker iets anders gaat verzinnen. Niet twee dezelfde, niet... twee verschillende dingetjes erin zet, maar gewoon één ding hanteert. Die M. Griffiths. Ik hoop dat die M. Griffiths er even in zit. Overal. En ja, alleen werkt hier en bij de zagerij en voor de rest werkt die niet. Is een beetje onduidelijk, een beetje raar en een beetje vreemd. Dat hij twee, kijk, hier heb je ook niks. Kijk, als je die, kijk, het wordt perfect aangegeven, dat moet ik zeggen. Maar hanteer dan één systeem. Hanteer geen twee systemen in een map of zo. Hè? Als je die in Griffiths inzet. Maak ze dan voor alle fabrieken dan. En niet voor in dit geval twee fabriekjes of zo. Want het is. Ga dan zeggen van. Haal die M. Griffiths eruit en zet dan een computertje neer of wat dan ook. En als je die M. Griffiths gebruikt, of M. Griffiths, zet die dan
op de hele map dan. Vind ik dan, persoonlijk hoor. Ik bedoel, nogmaals, het is een grandioze map, een leuke map, maar hanteer gewoon één systeem. En hanteer geen twee systemen. Hè? Hier bij de M-Graphics werkt hier bij Segel werk. En hier heb je ook een zagerij. Die worden alleen gebruikt met M-Graphics. En de rest is gewoon hoe je normaal ziet in een kaart. Dus de oproep voor de maker van kies voor één systeem. Niet voor twee systemen die gewoon in twee fabrieken werken en voor de rest helemaal niks. Dus oproep voor de maker. Goed, voor de rest, prima kaart. En dan zou je zeggen, ach boertje, loop nu niet te zeiken en loop nu niet te kutten en zo. Nee, het moet duidelijk wezen, weet je wel. Ook voor de gebruikers zoals wij dat zijn. Ga één systeem handhaven en ga niet twee fabrieken uitrusten met M-Graphics en de rest gewoon. Dat werkt dus niet. Dus en, of. Niet twee en weet je, dat is alleen maar onduidelijk. En ga ook meer icoontjes bijzetten. Wat dat is en zo en dingen. Nogmaals, er wordt perfect aangegeven, wordt perfect weergegeven, dat niet van, maar het mag wel iets duidelijker wezen, vind ik. En wat ik zeg, gebruik dat M-Graphics dan niet voor twee fabriekjes, maar voor alle fabrieken. Of zeg je van nou, oké, ik haal die M-Graphics eruit. In die twee fabriekjes en ik doe normaal. Dat is duidelijk. Dus goed. Dat was even een kritische noot van mijn kant. Maar ja, moet even duidelijk wezen. Ik vind het soms onduidelijk. Goed. Ik heb een deel losstro gemaakt. En ik heb. Ga ik ook een deel balen maken eigenlijk. Ja, ik heb een ander kleurtje gegeven te trekken, vond ik wel leuk trouwens. Deze gebruik ik in meerdere balen maken, gebruik ik in meerdere mappen en die stapel daar ook. Die gebruik ik ook in meerdere mappen, vind ik ideaal. Als je ook niet, ja, ik werk met autolood, maar als je niet met autolood werkt, ook is het ideaal, want het wordt gewoon opgestapeld en dan wordt niet als losse balen gewoon achter elkaar gedaan. Dus ik vind het wel een mooi systeem. Hier zit een attachment achter. Dus en ja, ja, goed rijende combinatie eigenlijk. Dus ja, nou, ik ben hier eventjes ook aan de aan het ploegen geweest. Nou, dit is de. Nou, ik heb de zijmachine. Nou, dit is een mots, een hors. Normaal zijn ze 9 meter en dit is eentje van 12 meter geloof ik. Deze, ja, 12 meter. Dus en ja, nu moet ik even uittesten, nog even kijken hoe het werkt en zo. Dus. En ik vond ergens op een veld, iets verder staat een pallet. Die stond ergens midden op het veld, dus nou, die heb ik afgehaald. Goed, deze twee combines
die zitten in de. Staan dat in de. In de map. Of in de map, in het spel. Dus die hou ik ook even in. Ja, ik heb een soort rood train gemaakt. In de voorste zit tarwe en in de achterste zit gist. Dus ja, ik vond het wel idee. En hij kan hem goed hebben. Moet ik het eigenlijk zeggen. Ben ik niet verbaasd eigenlijk. En ik vind het een schitterend ding. Hij schakelt, weet je, je hoort hem schakelen. En ja, het past er gewoon bij. Nou, iets verder heb je het logistiek. Dat heb ik in de mapvoorstelling eventjes, kan je van alles opslaan. Het is ook echt logistiek. In die andere opslag van de logistiek kan je koelen en in die andere kan je geen koelproducten doen. Dus dat is wel mooi gemaakt trouwens. Multifood map. Multimap heet het eigenlijk. En ja, ik vind het een leuke map. Een hele mooie map ook. Begrijp mij niet verkeerd, die kritiek die ik even had, dat is niet op de map zelf, maar gewoon hoe de maker dat gemaakt heeft. door die twee verschillende fabrieken gebouwd, prima. Gaat ook een beetje variatie, maar met die M-Graphics. Doe dat gewoon dan in de hele map en doe dat niet in twee fabriekjes en de rest is gewoon wat je normaal gebruikt. Dus ga dat duidelijk wezen. En ik ga eventjes kijken hoe de silo's nou werken. Die groen gele, nou die heb ik al geprobeerd. Nou, daar kan gewoon wat in, maar in die andere silo, ja, of dat ook een silo is of een verkooppunt, dat weet ik dus niet. Moet ik even kijken zo. Wil ik ook even uittesten zo. Nog niet geprobeerd. En op de kaart staat ook niet of een verkooppunt is of een silo is of wat dan ook, dus het wordt niet aangegeven. Dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Tenminste op de maat. Maar we gaan het zo beleven. Dus, gaan we even dit veld even afmaken. Nou, ik heb expres de strowand niet aangezet, maar op wat voor veld? 16? Oh, nou 15 hadden we strozat. Wat ik zeg, ik heb de ene deel heb ik gehaksort, zoals het heet. En nu maak ik een deel baal van. Uit één veld. Dus. Het zijn grote velden. Mooie velden ook. Zo, gaan we die laatste even erin doen. En even kijken. Pijp in doen. En dan gaan we sluiten.
Nee, deze hou ik er nog even in. Deze twee combines, New Orleans. Je kan ze harder verkopen. Dus. Nou ja, voorlopig hou ik ze eventjes nog erin. Want ik vind het wel ook uniek, normaal zitten ze nooit deze combines erin, altijd wat kleiner en zo. Nooit die grotere, altijd die kleinere. Oh. Altijd die kleinere, nooit die grotere, altijd. Ja, of de. Hallo, hallo Truist. Nee, sorry. Goed, gaan we deze even testen? Ja, ik moet hem even. Nou, die combine haal ik zo wel even op. En dan gaan we even die silo's testen. Nou, ik heb het verkeer gewoon aanstaan, geen last van. Met een andere map heb je last van het verkeer. Nou, hier helemaal niet. Hier is gewoon relaxed. Vind ik wel. Even dicht doen. Ja, dat vond ik wel jammer dat ik niet kon bouwen op de, bij de winkel. Want ja, het is nog aardige rente. Nou ja, dat wouden ze denk ik niet. Dus. Maar aan de overkant. Nou, dit is de eerste keer trouwens. Die. Nou gaat hij echt scharen. Nou is hij geschaard. Even kijken. Nam de bocht ietsjes. Ja, eventjes afkoppelen. Dat gebeurt me niet. Nooit. Nou ja, oké. Oh. Zo. Nou. Ik hoop. Nou. Ja. Dit is een heel gewicht hoor. Achter mij. Bijna 400.000 liter. Dus bijna een half miljoen. Ja, nu overdreven, broertje. Die zijn nog niet voor ons. Dus we gaan even kijken hoe het met die andere. Ja, je moet ook voorzichtig rijden. Want deze heeft. Om een beetje door te drukken, eigenlijk. Doet of die hierbij optelt. Nee. We hebben. Ik kan wel lossen. Hier zit een pijp, maar
Even kijken, jongens, even kijken. Ik ga even de, oh, de dingen erbij pakken. Dit is Bali. Gest. Ik ga hem lossen. Oh, gest wordt niet geaccepteerd hier. Oké. Okay. Kijken wat hier wel geaccepteerd wordt. Dus hij heeft eigenlijk tot die andere soorten. Ja, er wordt ook niet geaccepteerd. Dus, deze is los van, dus hier wordt wat anders. Dan moet ik even kijken. Dus dit wordt is standaard. Dus hier kan je dan gest. En die standaard erin, even kijken, staat het op die bord, op dat bord trouwens. Even kijken. Even kijken. Nou, die middelste die hier is van die schuurtjes allemaal. En dit, tenminste dat is dan van die flusdunne en zaden. En Oosterlager. Oosterlager. Zwijnenvoer, triticale, dus dat is bakkerij, dus dit wordt dus, en ja, moet ik even kijken, want dan is die andere, die, deze, is dan voor andere, moet ik even kijken dan, wordt dat, je kan het niet uitproberen, want je hebt bijna niks. Je hebt alleen gest en raps en zonnebloemen en soja heb je wat. Maar die past er dan hier weer in. Dus je hebt twee soorten opslag weer. Dus ja, aan de ene kant leuk, aan de andere kant is het... verwarrend eigenlijk. Dus ja. En ja, hier. Dus hier kan je andere dingen opslaan. Nou, dan moet ik wel even kijken wat. Wat hier kan opgeslagen worden. Dat weet ik dus niet. Dus is dit ook een deel van de farming silo. Een beetje jammer eigenlijk. Dat ik dit niet alleen als silo gedaan heb. Maar ja, oké, dat is nogmaals de keus van de maker. En daar gaan we verder op onderzoek uit. Ja. Wat daar wel in kan, vind ik een beetje jammer.
zo. Het licht gaat er gelijk aan. Oh, het is 9 uur geweest. Goed, hier kan ik wel lossen. En het komt dan op dat bord erbij. Goed. We gaan even naar het andere veld toe. Goed zo. Ik leer het wel. Dus ja, we moeten kijken, even kijken wat in die andere silo kan. Deze zit ook weer bijna voor. Een beetje leven. Ja, moet ik even kijken voor die grote hopen, want daar ben ik wel een keertje vastgezeten. Dat is echt hoor. Kijk of ik er nog iets bij kan doen. Wat zit hier voor? Yo, 200.000. Dus dan moeten we even kijken wat er in die andere silo kan. Zal hem even aandoen. Ik kan hij dat even afmaken. Zo. Goed. Nou. Ja, eens even wachten. Niet gelijk wegrijden. Even wachten. Ik breng dit even naar de silo.
gras ook genoeg tussen de velden. Ja, dus gras, grasvelden ook genoeg weer. Dus. Dus hier kan je. Ja, moet ik even kijken wat in die andere silo kan. Zou die andere dingen wel lezen? Nou, moet ik even kijken. Moeten we eventjes koekeloeren. Die grasvelden heb. Even kijken hoor, even kijken. Even koeken of ik hier een minuutje krijg te beginnen. Even kijken. Rest, koolzaad, zonnebloemen, mais. Oké. Hier kan alles in. Zelfs stroopbelletjes. Belletjes. Nou gaan we even kijken. Of ik daar ook een erg menu krijg. Ja, een R. Oké. Nou, kijken wat hierin kan. Oh, kijk. Rode kolen. Suiker, bieten. Witte kool. Aardappelen. Sla. Beetje raar. Dat die sla kan opgeslagen worden. En rode. Ja, oké. Van wortelen kan ik me voorstellen. Uien ook. Dus, oké. Dus dit is voor, ik ga het even resumeren, rode kool, suikerriet, witte kool, aardappelen, sla, wortelen, uien. Dus, goed. Dus dit is eigenlijk voor de andere soort. Nou, dat is ook duidelijk. Nou, dat is dan ook weer opgelost. Dus ja, en dan zeggen waarom kan dat niet in één silo? Nou ja, okay. Nogmaals, dat is zo heeft de maker het gemaakt en. Ja, dat is even. Zoals het is, eventjes. Dus ja, kan ik ook niks aan doen. Goed, mensen. Dit was de eerste aflevering van een serietje. Ik ga een serietje van maken, niet al te lang. Van Multimap 2018. En deze map ga ik morgenavond ook live streamen. Dus ga even kijken. Dus dit is ook gelijk een vooraankondiging. Voor morgenavond 8:30 gaan we op deze map live streamen. Dus ga allemaal kijken. Goed, mensen, bedankt voor het kijken. Graag tot morgen. 8:30 zijn we weer.
helemaal live met deze map. Goed, mensen, de groeten. En ik zeg gewoon een fijne dag. En ik zeg, houdoe, folks.